In deze film maak ik een zwart-wit foto in Lightroom, zoals Ansel Adams dat deed. Ik heb al een keer uitgelegd hoe je een zwart-wit foto omzet in Photoshop in de stijl van Ansel Adams. Klik hierboven even op dat filmpje. Wil je weten wie Ansel Adams was? Klik hierboven ook even op dat filmpje. Dat leg ik je daar gewoon haarfijn uit. In deze film leg ik je uit hoe je dat in Lightroom moet gaan doen. En het is eigenlijk niet al te ingewikkeld. Ik ga uit van deze foto. Hij is een beetje aan de fletse kant. Dat gaan we verhelpen, want we willen er echt dat harde contrast in brengen. En ik ga eerst wat algemene aanpassingen maken daarom. Dat doe ik hierbij standaard. En ik ga gewoon om te beginnen het contrast een klein beetje opboosten. De hooglichten, die trek ik eigenlijk gewoon naar nul. Want ik wil mijn wolken in de achtergrond wel bewaren. En laat ik eens kijken wat de witte tinten doen. Nou, die helpen daar ook wel een klein beetje in mee. Maar dat heeft ook overal invloed. De nevel, die ga ik een klein beetje verwijderen. Zodat die wat helderder wordt. Niet te veel. Want als je dat te veel doet, dan wordt het contrast eigenlijk al te groot. Maar daar willen we iets meer controle inhouden. Zo ben ik al vrij aardig qua basis. Dus ik heb al een foto die qua contrasten wel goed is, maar die best wel een berg doortekening in de lucht in het witte gedeelte heeft. Dit was hem oorspronkelijk en dit is wat we er nu van hebben gemaakt. Wat ik nu dus moet gaan doen is de foto omzetten naar zwart-wit. En dat kun je hierboven gewoon heel eenvoudig doen door op zwart-wit te klikken. Ben je er nu? Nee, bij lange na nog niet. Ik ga even terug naar kleur, omdat ik even snel iets uit wil leggen. Je hebt in de foto verschillende kleuren. Je hebt in de lucht vooral blauw en cyaan zitten. Nou, je hebt hiervoor in de begroeiing groen zitten en ook daar in het midden. En in de rotspartijen zit voornamelijk oranje, zeg maar. Als ik de foto nu omzet naar zwart-wit, kan ik hieronder het zwart-wit menu openen. En daar komen die kleuren in terug. Je ziet 8 kleursliders en als je daaraan trekt, dan kun je bepalen of bijvoorbeeld het rood voornamelijk donker wordt of wit wordt in je omzetting. Als ik bijvoorbeeld aan rood trek en ik zet het helemaal naar links, dan worden mijn rode partijen erg donker. En je ziet dat hier in de berg aan de rechterkant. Zet ik het helemaal naar rechts, dan wordt het eigenlijk wit. Dus dat is waar we eigenlijk mee gaan spelen. Ik wil allereerst de lucht wat donkerder maken. Dus ik trek het blauw gewoon naar beneden. En je ziet, hij pakt het eigenlijk alleen in de bovenste helft. Hieronder wordt de lucht niet donkerder. Dat zit namelijk in een andere tint. Dat zal eerder in het aqua zitten. Nou, dat valt ook nog wel mee. Misschien in het paars. Nee. Of in het groen. Ja, een klein beetje. Nou, maar dat heeft ook weer erg veel invloed op mijn begroeiing. Dus ik laat dat even in deze waarde staan. De lucht vind ik wel aardig. De begroeiing nog niet helemaal. Daar zal ook wel wat geel in zitten. Dus dat trek ik ook een klein beetje terug. En vervolgens heb ik nog rood en oranje voor de bergen. En je ziet, ik heb op zich in mum van tijd toch wel een vrij aardige zwart-wit omzetting. Ben ik er nu? Nee, nog niet helemaal. Een van de dingen waar Ansel Adams heel veel mee bezig was, dat was doordrukken en tegenhouden. En dat kun je in Lightroom ook eenvoudig doen. Doordrukken en tegenhouden is niet meer en minder dan gewoon heel selectief donkerder en lichter maken van bepaalde delen in de foto. Dus wat we gaan doen is de witte tinten nog een tikkeltje feller maken en de donkere tinten nog net een stukje donkerder om zo een groter contrast te maken. En dat doe ik hierboven via het toverstafje. Het aanpassingspenseel. En vervolgens zet ik mijn belichting omhoog. Of in dit geval laat ik eens met donkerder maken beginnen omlaag. Ik scroll een klein beetje naar beneden. En ik zet hier de grootte. Ik maak hem gewoon wat groter. De doezelaar zet ik rond de 60. En ik kan gewoon over de donkere gebieden heen gaan schilderen. Is hij te groot, dan kun je nog de haakjestoetsen gebruiken. En je kunt het zo wat donkerder maken. Hou je bereikmasker aan. Zet dat op luminantie. En dan zal het iets selectiever aan de slag gaan met de donkere gebieden die je hebt.
En vervolgens moet je dus je foto helemaal aan gaan passen naar je eigen smaak. Dit kan eventjes tijd vragen, trek er dat gewoon voor uit. Het is de moeite waard. Hier in de lucht wordt het niet echt fraaier, dus dat maak ik met Ctrl-Z even ongedaan. En ik denk dat we in dat stukje gewoon pech hebben. Nou, geen probleem. Photoshop is in dat soort dingen iets krachtiger om gewoon goede selecties te maken dan Lightroom. Lightroom blijft toch een programma. Je kunt er heel veel mee, maar ergens houdt het op en Photoshop gaat daarin wat verder. Ik ben wel happy over mijn zwart, dus ik ga door naar het wit. Ik scroll weer terug naar boven en ik klik bij masker gewoon op een nieuw masker. En dit keer maak ik het lichter. En wat ik dan ga doen is gewoon over de lichtere gebieden. Ook hier je bereikmasker op luminantie zetten. Luminantie is een ander woord voor helderheid, zeg maar. Eventueel zou je nog aparte maskers voor bijvoorbeeld de lucht en de bergen aan kunnen maken. Of meerdere maskers over elkaar leggen. En ik doe dit vrij rap en vrij slordig. Normaal gesproken zou je hier misschien wel een half uur mee zoet zijn. Maar het is weinig interessant om te kijken hoe ik dit heel uitgebreid doe. En vervolgens wil ik nog een vignet toevoegen. En dat vind je hier bij lenscorrecties. Ik wil het wat donkerder maken, dus ik sleep de hoeveelheid een beetje terug. En het middelpunt, daar kun je ook nog een beetje mee schipperen. Ik zet dat in dit geval omhoog. En zo makkelijk is het dus om een foto om te zetten in de stijl van Ansel Adams. Ik heb het zelf een beetje vlug gedaan. Steek je er echt de tijd in, dan is het echt de moeite waard. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en doei doei!